U bent wel een beetje de financieel deskundige van CDA. Wat vindt u van die begroting? Hoe is die financieel onderbouwd? Laat ik één ding duidelijk vooropstellen. We zijn heel blij dat het college ondanks alle moeilijkheden met een sluitende begroting is gekomen. Dat is een hele klus geweest. We weten allemaal op een gegeven moment dat we door de corona heel veel gelden kwijt zijn. We zijn heel veel gelden kwijt door de jeugdzorg. Desondanks is het gelukt om de bezuinigingen die ook nodig waren in te vullen. En dat we een sluitende begroting hebben. Even ter illustratie. Een half jaar geleden hadden we het perspectief van Noord-Aan nog in een meerjarenperspectief ruimte van ruim 12 miljoen. Inmiddels is dat 2,5 miljoen. Is daar van overgebleven. Dus we hebben 10 miljoen euro moeten inleveren. Alleen gegeven door extra uitgaven in de jeugdzorg, in bijstandsuitkering en door corona. Maar een sluitende begroting op papier. Maar toch hoor ik overal klagen over dat het te veel bezuinigd wordt. Nee, daar gaat het niet om. Even op een gegeven moment over de risico's van deze begroting. Het is een sluitende begroting, maar wel nog met de nodige risico's. Er moeten een heleboel taakstellingen ingevuld worden door het college. Dat hebben ze zich opgelegd. En we weten niet wat corona in 2021 gaat doen. Ten aanzien van de bezuiniging, we hebben op een gegeven moment een afspraak met elkaar gemaakt. We zouden gaan bezuinigen. Oorspronkelijk zouden we op een gegeven moment ruim 2 miljoen gaan bezuinigen. Dat is 1,7 geworden. Uiteindelijk met de instantie waar we nu over praten, 2021... Daar gaat om bedrag van 1,2 miljoen. We hebben al deze partijen gehoord. We hebben daar een oplossing voor gevonden. Waar de partijen zich aan geconfirmeerd hebben. Ook de bibliotheek gaat akkoord met een bezuiniging. Want ze hebben zelf op een gegeven moment de oplossing aangedragen van ruim 2 ton. Dus daar zijn we gewoon uit. En het museum? Het museum hebben we ook afspraak mee gemaakt. U kunt dat in een stuk lezen allemaal. We hebben daar gewoon een regeling mee getroffen. Dat zij 3 jaar de tijd krijgen om deze bezuiniging in te vullen.